Ja, wat's up gasten van Somfrige Gamers, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik gewoon Hunger Games spelen. En ik weet nog niet welke map ik ga spelen, maar dat maakt niet echt uit. Ik ga even kijken of ik nog quests te doen heb. Nee, ik heb me niets gedaan. Ja, natuurlijk, ik ben zo'n... Ik speel niet echt zo goed. Ik zit toch in Survival Games, hè? Ja. Dan zou ik normaal... Heb ik een... Oh nee, die heb ik dus spijtig genoeg niet. Wow, het is nog geen nieuwjaar. Je moet nog geen bommetjes doen ontploffen, alsjeblieft. Maar, is het hier aangepast? Het lijkt anders. Ik zit in Blitz Survival Games, klopt dit wel? What the heck? Blitz Survival Games? Waarom zijn er ineens zo weinig? Oh, ik kan de map niet meer kiezen ervoor. Oh, dat is schort aangepast dan. Cross teaming, streaming is bannable. Oké, whatever. No kids mode. Ah, daarom zijn ze aangepast. Ik ga in normal mode. Oh, veel te donkere lobby zoals altijd. Ik wil jullie ook even bedanken voor die plus 200 subs die we denk ik vrijdag hebben bereikt. Er gaat nog een special online komen, maar dat zal nog even duren, want daar ben ik nog aan bezig. Dus ja, jullie kunnen nu nog altijd even een like achterlaten en natuurlijk ook even suppen, zodat we de volgende mijlpaal kunnen bereiken. Dat zal dan 500 subs zijn denk ik, ja. Oké, de match gaat bijna starten. Het is Egypt, dus ik hou van deze game mode. En het is te hopen dat het... Fuck, ik heb allemaal zoiets dat ik nooit... fucking shit, voor weg. Wacht, deze map ken ik eigenlijk wel goed. Die heb ik al vaak gespeeld, dus... Ik hoop dat het daar nog iemand is, want daar staan er een paar chests. Nee. Het is mijn chest. Het is mijn chest. Oh, van deze kit hou ik eigenlijk wel. Whatever, ik ga zo'n beetje proberen aan de rand van een map te lopen. En dan ga ik shit. Dat is altijd typisch. Maar what the fuck? Loop anders nog wel sneller dan mij, hè. Maar ja, what the fuck? Weet je wat ik denk? Maar ik weet niet, hij zou kunnen hacken, maar wacht even kijken, we zullen het direct weten. Nou ja. Hij is wat ik denk dat hij is. Wacht, wie was ik nu ook alweer gekild? PP was slain by, fuck it. Ja. Tastkup. Even kijken, PP. Ah ja, nee, ik was door die andere. What the heck. Whatever. In deze video wil ik het met jullie erover hebben dat de examens er eigenlijk al direct gaan aankomen. Dat is echt wel kut. Examens zijn ook kut. Altijd. Dus ja, ik ga waarschijnlijk minder uploaden, want ja, tijdens examens zou ik sowieso minder wat studeren. En ja, na de examens is er nog onze grote livestream. Dat is op 31 december. Wanneer juist weet ik nog niet, maar ik ga daar nog een event van overmaken. Ja, dat gaat dus op 31 december zijn. Waarschijnlijk gaan we beginnen livestreamen rond 4 uur 's middags of zo. I don't know. En s'nachts gaan wij dan video's gaan opnemen voor Somfrige Gamers, of course. Dat gaat best chill zijn. Ik kom, gaat hij een keer weggaan. Dikke. Ja, dus eerst de examens, dan de grote livestream. En natuurlijk ook de vakantie. Hè. Dat is gewoon super chill. Ja, de vakantie gaat chill worden. Maar de examens, die zitten er dus eerst tussen. En ik begin dus met een redelijk makkelijk vak, gelukkig. Ik begin namelijk met Engels, dus dat is niet zo heel studeren. Misschien ga ik nog een video uploaden dan. Dat is woensdag. Woensdag begin ik namelijk met mijn examens. En dan daarna heb ik chemie, spijtig genoeg. Dat is ook redelijk veel, redelijk weinig werk natuurlijk. Dat is wel echt makkelijk. Maar daarna komen de moeilijke vakken, dan komt Nederlands. Heel veel te studeren is natuurlijk.
Ik ben direct al een kitchen. En de tweede week ken ik eigenlijk mijn examenrooster niet. Misschien wil ik die ook gewoon niet weten, want ja. Oké, fuck, misschien moet ik hier gewoon weg. Ja, dus de tweede week gaat waarschijnlijk meest de kutste week zijn. Oh, what the fuck. Want er zijn alle moeilijke vakken, zoals Frans, I don't know wat er allemaal is. Sowieso allemaal geen leuke vakken. Eigenlijk simpel, de conclusie is, examens zijn gewoon kut. En ik denk dat iedereen het eigenlijk wel overeen is. Eens is dat examens kut zijn. Want dat is eigenlijk gewoon fucking 2 weken zonder gamen. Oh ja, ik game natuurlijk wel, maar ik upload gewoon niet. Even kijken. Shit. Wauw. De hacks. Or not. I don't know. Ik was check gewoon een goede axe. Fuck it. Stond weer op de juiste plaats op het juiste moment. Tuurlijk. Whatever, ik ga nog een matchje spelen. Hè. Dat is toch wel spijtig, hè? Waarom? Return to lobby gaan we even doen, hè? Maar ik had er straks gezien dat ik zoiets had gewonnen. Maar ik weet het niet. Oh, Black Friday sale. Ja, maar dat weet ik. Er zijn sales. What the fuck is dit? Had ik een. Nee. Heb ik een quest? Ah, Blitz Survival King Coins. Ja, daar ben ik toch niet echt iets mee, want kill 5 players in Blitz. Ja, ik speel dus echt een fucking noob. Played 60 games. Op een week, dat doe ik nooit. Oh, ja, oké, okay, deze lobby is tenminste veel lichter. Oh, 12 players, dat moet mogelijk zijn. Ik hoop dat ik deze game kan winnen. Zou beter zijn om telkens keer dood te gaan aan het begin. Als je juist een kit krijgt. Fuck. Oké. Okay. Let's do this. Kitje gekozen. Als spijt dat ik niet zoveel items in mijn inventory heb. Anders zou ik zo lekker. Woo. Maar whatever. This is better than Joker, guys. I have no idea what you're talking about. Dat haat ik dus, als je niet direct weg bent, dan word je al niet echt gespeeld. Ik ga dus eerst een beetje proberen campen. Ik hoop dat ik niet gekild word. Oh, what the fuck. Waarom zag ik dit niet eerder? Pia blijft daar. Hij gaat niet hierheen. Dat is nice. Wel ja, nice. Ik vind het. Ja, eigenlijk wel. Het was wel nice. Oh, chest. Waarom hebben die niet eerder gezien? Hup. Oh, ik had geen armor. Lol. Dat maakt het nog meer epic. Hey. Daarvoor, hier moet ik eigenlijk wel weg, want ik zit bij lava. En lava is niet mijn beste vriend. Bij niemand, denk ik eigenlijk. Wat zou ik spelen? Woeden zwart is denk ik beter, hè? Ja, boeien zwart is beter. Even dit allemaal in mijn. Hier. Dat mag ook. Nou, daar. Ik heb nog geen. Ik heb ook nog geen iron of zo. Dus ik kan ook niet echt iets craften. Oké. Nu hebben we wel arrows. Maar ik denk dat ik mij eigenlijk moet klaarmaken voor een eventuele deathmatch. Misschien kom ik daar ooit. Misschien. Misschien niet. Fuck. Oh. Dit is nu wel zijn schoep nummer. Deze is beter. Ja. Even wat eten. Jam, jam, jam. Het wordt gewoon beter. Nee, nee, dit mag hier. Deze heb ik niet echt nodig. Maar ik had golden apples. Die gaan we even verplaatsen. What the fuck, waarom hit hij mij van zo ver? Hij hit mij zo van op een onmogelijke afstand, ja, tuurlijk. Wauw. Hij heeft sowieso reach of zo. What the fuck. Whatever, boeit niet, ik heb 1 kill. En dat is super slecht. Fuck it, ik ben niet zo goed in Hunger Games. Maar dat zal ik wel leren met de tijd zeker. Ik denk dat iedereen dat zo wel wat heeft. Kill zonder 30 in totaal. Maar ja, ik speel gewoon niet zoveel.
Rambo eens. Ik weet niet eens wat Rambo is. Nee, jawel, ik weet wie Rambo is, maar daar ga ik het ook laten bij dit. Bedankt dat je hebt gekeken naar deze Hunger Games / Survival Games serie, aflevering, I don't know what, iets. Vergeet vooral niet even een like achter te laten. Zet ook even in de comments wat jullie graag zouden zien in de volgende Hunger Games serie of over wat ik zou moeten praten in de volgende Hunger Games serie. Ja, vergeet ook vooral niet even te subscriben als je nieuw bent. En dat is eigenlijk nog één ding. Dikke, vette, peace!